mooi gelukt. Tadaa! Dit is een mooi klein torentje. Maar voor die enorme beeldengroep, daar hebben ze maar liefst 1400 vrachtwagens sculptuurzand gebruikt. Dat is 21 miljoen kilo. Met dit gereedschap wordt gewerkt. Een kwastje, allerlei kleine mesjes, een paardenroskam, troffel, een rietje. Ja, wat doet zo'n fles zonnebrandolie daar nou bij, Isabella? Omdat wij heel erg veel buiten zitten, verbrand je nogal snel. Dus dat is erg belangrijk voor ons. En dan schijnt het dat jullie ook allemaal een eigen specialiteit hebben. En daar hoort dan weer een bepaald gereedschap bij. Wat is jouw specialiteit? Ik maak vaak mensen. En ik gebruik dit doeltje, gereedschapje, gebruik ik daar heel erg veel bij. Ben je nou in het dagelijks leven ook kunstenaar? Alleen met zand eigenlijk. In het dagelijks leven ben ik studentencommunicatie. Dus dat heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Er zijn een paar mensen die zijn kunstenaar. Maar de meeste zijn gewoon bakker of advocaat. Of echt, het is gewoon een hobby eigenlijk. En hoeveel mensen werken er nou mee aan deze beeldengroep? 90 mensen ongeveer. Er zijn ook dan mensen uit Amerika, eentje uit Mexico en veel Nederlanders vooral. Maar hoe weten jullie nou precies hoe al die dingen eruit moeten zien? We hebben heel veel beeldmateriaal. En soms ben je bezig met een sculptuur, had ik zelf ook. En dan weet je niet precies hoe die armen moeten of weet ik veel. Toen we met een digitale camera hebben een foto gemaakt, dat uitgeprint. En dan kan je precies zien hoe je dat moet maken. Dus daar zie je dus Odysseus, moest je het voorstellen, dat is mijn vriend. En dan ik zijn vrouw. En het werd op helemaal nagemaakt. Ja. En hoe lang blijft dit nou allemaal staan? Ongeveer een maandje. Een maandje maar? Ja. En dan? Alles weer plat. Vind je dat niet vreselijk? Nee. Je weet al voordat je eraan begint dat het uiteindelijk wel weer kapot gaat. En je maakt een foto. En dan ga je weer verder naar het volgende project. Goedemorgen, meneer. Mag ik vragen waar u mee bezig bent? Oh, ja, natuurlijk mag u dat. Ja. Ik maak een. Ik maak een zandsculptuur. Dit verbeeldt het Truusje van Troje, die de afwas doet, terwijl haar zuster Helena de liefde bedrijft met plexus en solaris. Interessant. Ja. En zoals u ziet, werk ik dus in deze laatste fase van boven recht door het hart naar beneden. Goh, en welke instrumenten en gereedschap gebruikt u zoal? Hè? Welke instrumenten? Oh, nou, dat is leuk dat u dat vraagt. Ja. Voor het fijne werk gebruik ik dus deze toeltjes, noem ik ze maar. Ja. Gaan we dan over naar zwaardere klusjes, dan ga ik over op wat echte tools, waarmee ik dus wat dramatische accenten aan kan brengen op de plexus solaris van dit beeld. Maar ga ik dus echt het grovere werk hanteren, dan gebruik ik vaak de wacker. Dat is dus een zandstamper. Maar deze is niet van mij. Oh. Maar dit is dus wel de wekker voor het grovere werk. Maar nu moet ik echt even. Maar dat brengt mij meteen op de volgende vraag. Door. Bent u niet op een wat ongelukkig plekje bezig? Dat is natuurlijk altijd zo'n zandstamper. Dat hier wordt uit.